We zijn hier achter, zijn we helemaal overrompeld dat er zoveel mensen gekomen zijn om dit protest te ondersteunen. Waar staan jullie op 17 oktober? Rotterdam! Waar staan jullie op 17 oktober? Rotterdam! Waar staan jullie op 13 november? Den Haag! Waar staan jullie op 13 november? Den Haag! Dank jullie wel. Zelf ook echt heel leuk. Dat is namelijk fuck de woningmarkt. Wonen is een recht. Nou, wie durft? Wonen is een recht. Ik wil jullie voorstellen aan Zeno Winkels. Hij is directeur Woonbond. Hoe ver ik kijk, ik denk dat er al 10.000 mensen staan hier. Waanzinnig om te zien. Een verziekte woningmarkt is geen natuurwet. Een verziekte woningmarkt krijg je als je beleggen belangrijker vindt dan het grondrecht om te wonen. Die problemen, die heb je persoonlijk, maar alles bij elkaar is het een collectief probleem. Hebben we dat probleem met z'n allen? En dan komt het bij de politiek terecht. En dan moet de politiek die problemen oplossen. Maar wat doet de politiek? Niks! Niks! 6 maanden vergaderen of ze misschien een coalitie zullen maken. Veel en veel te langzaam. Maar wie is de baas in Nederland? De Tweede Kamer. En jullie? Zet druk op de Tweede Kamer. Blijf protesteren, maak lawaai. Ik wil jullie allemaal danken. Ik wil de meer dan 100 organisaties die zich bij dit protest hebben aangesloten, hartelijk danken. Het is zo ongelooflijk belangrijk wat jullie hier vandaag voor elkaar hebben gekregen. Het is zo ongelooflijk belangrijk om op te staan en je stem te laten horen. Wonen is een beleggingsobject geworden, beste mensen. Ik ga daar allemaal niet uitgebreid over vertellen.
Gelukkig is er op dit moment heel veel aandacht voor. Maar ik wil toch wel met jullie delen hoe woedend ik nog steeds ben dat de volkshuisvesting, de sociale volkshuisvesting, die er is voor mensen met een lagere en een middeninkomen, die niet heel veel geld hebben om te investeren in nog een woning, dat die in de loop der jaren is afgebroken door Rutte, minister Blok en hun helpers. Mens boven markt. 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 Ik ben Terra Dakota en ik sta hier namens bewoners die boos zijn. Omdat hun wijk, waar zij hun hele leven hebben gewoond, onherkenbaar volgebouwd wordt met woningen die evident niet voor hen zijn bestemd. De projectontwikkelaar bouwt bij en vertrapt tegelijkertijd de levenskracht van onze wijken. Henk en Ingrid luisteren naar tracks van Wizkid. Mijn buren stemmen PVV, die laat ze altijd in de kou. Want al die motherfuckers hebben scheid aan ons beiden, mevrouw. De wijk verandert en verbetert, echt niet voor u en mij. Dus als u handen in een wilt slaan, dan is waarschijnlijk nu de tijd. Verdedig Noord, yeah, verandering is aanstaande. Verdedig Noord, yeah, verandering is aanstaande. Sinds 6 jaar bestaat de actiegroep Niet te Koop. Zij strijden tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Het laatste jaar voeren we elke week actie. We hebben de woningen voor het uitkiezen. Er zijn in Amsterdam alleen al iets meer dan 30.000 sociale huurwoningen verkocht. Er moet een stop op verkoop van sociale huurwoningen. 500.000 spookburgers, ruim 500.000. Dit mag niet. Iedere burger in Nederland moet ingeschreven staan. Hey, ik weet niet hoe het met jullie zit, lieve mensen, maar vroeger geloofde ik ook nog in sprookjes. Denk aan Sinterklaas, de tandenvee en natuurlijk de ongereguleerde woningmarkt. Maar vandaag de dag weten we allemaal wat beter dan dat. Beleggers hebben onze toekomstplannen gegijzeld en houden ons met behulp van de overheid in een financiële wurggreep. Ik ben klaar met kleine kamers voor hoge huren. Ik ben klaar dat het enige huis is wat ik kan betalen de tatoeage op mijn arm is. Ik ben klaar dat ik ver vooruit moet kijken en me in moet schrijven bij sociale huurwoning. Ik heb geen flauw idee waar ik wil werken laten, waar ik kan werken überhaupt. Ik ben klaar dat ik, als ik wil samenwonen met mijn vriend over een paar jaar, niet eens weet of we een huis kunnen vinden. Wij! Wij zijn klaar. Stel je even voor, je opleiding is klaar. De vlag kan uit. Je staat te trappelen voor de volgende fase van je leven. Na eindeloos solliciteren heb je eindelijk een baan gevonden. Waarschijnlijk een flexcontract, maar alsnog. Wat je nog mist is een fijn huis. Een betaalbaar huis. En dat kopen raakt nog verder uit zicht, want de huizenprijzen gaan door het dak. Dit jaar heeft een huis meer verdient dan de gemiddelde werknemer. In ieder geval niet meer dan al door veel slimmere mensen dan ik en aanzienlijk meer eloquent verwoord in de aanloop naar dit broodnodige protest. Toch accepteerde ik de uitnodiging om hier te spreken vandaag omdat er in mij een pleidooi borrelt voor een heroverweging van iets dat als brandstof lijkt in de motor van een erbarmelijk beleid waaraan wij al ondertussen te lang onderhevig. En dit pleidooi is, als ik heel eerlijk mag zijn, niet eens aan jullie gericht. Met jullie staan wij hier, omdat we al te goed weten hoe dit beleid geresulteerd heeft in ontheemding, in gebrekkige mobiliteit, in het kennen. En we kennen de racistische implicaties van gentrificerende projecten, hoe dit beleid mensen onzichtbaar maakt. You charge a very expensive fee to someone who does not even have an income to live with. The women, for example, some of them have been sexually harassed and abused. And simply because they don't know where to go and who to report to, they tend to live in silence. Men's over Mart! Men's over Mart! Men's over Mart! Whoa, 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 whoa! Go, 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 go
beleid. En we pikken het niet meer. Dit is een belangrijk signaal. We willen een ander beleid. Het kan ook beter. Het kan beter zijn. Zoveel goede ideeën. Onze overheid jouw belangen verwaarloosd. En het is ook niet jouw schuld